all yours. Okay. Yay, 5 minuten eindelijk. 10 minuten. 10 minuten afscheidsjournaal. Oké, we zijn hier om een afscheid te nemen, maar wij gaan afscheid nemen op een leuke en zeer bijzondere manier. En dat gaan we als volgt doen. Bas gaat iets geven aan iemand in ons midden. En dat gaat hij nu even bekendmaken aan wie hij iets gaat geven. Ja, wij houden eigenlijk niet zo van aandacht, dus wij geven de aandacht niet aan iemand anders. Oh. En dat is verdient. Mina verdient. Vandaag. Serieus? Ja! Eerst gedichtje voor jou. Ja. En Mini Mina. Mina heeft heel veel in huis. Van tonnen humor tot bedienen van fornuis. Er is alleen nog één ding dat ze mist. Onze eigenzinnige nieuwsgierige journalist. En dat is zeker een gewis. Een lunchkist. Overal slingeren haar plastic zakjes. Vol met bami, patat of vette gomaar. We zeiden nog zo, niet goed voor het milieu, maar je blijft het doen, nu zijn we het beu. Daarom willen we je een lunchkist geven, eentje om heel vaak her te gebruiken. Degene die vele maaltijden zal overleven, en nee, niet bedoeld voor al je pruiken. Dus helemaal speciaal voor jou, Minanga. Namens 10 minuten de Backlot en Spa Makandra. En een beetje van onze blanke landgenoten hebben we al het geld bij elkaar gesproten. Mogen we Minanga voortaan duurzaam noemen? Haar om haar milieuvriendelijke gewoontes te roemen. Zonder dat ze verder nog geen plastic verkwist, krijg jij, Minanga Pinas Hersberg, deze lunchkist. Oké, we moeten je toch een beetje teleurstellen. De oranje-paarse trommel was niet meer te bestellen. Dan toch maar iets anders voor deze dame bedacht. Iets wat je heel graag wil, maar nu totaal niet verwacht. We kregen het 3 maanden te horen, hebben het geknoopt in onze oren. Zijn wat lief gaan kijken en schoeien. Alles schooien, alles verzamelen van loon tot fooien. Ja, je bent blij dat we verdwijnen. Nooit meer voor je verschijnen. Nooit meer voor je verschijnen. Toch gaan we Inimini Minanga verblijden en zeggen Tara Nanga Jantje nu beiden. Je mag gaan rijden. We hebben interviews. Microfoon. Ja, interviews. Wat is dat? Zo heb je het geleerd. Okay. Eerste vraag. Kan je een naam spellen? ARD-JAN. En BAS. En Bas. Mooi gedicht. Maar wat bedoelen jullie? Wat bedoelen jullie met een lunchkist? De lunchkist die bestaat dus niet. We hebben iets anders voor jou verzameld. En we hebben allemaal van iedereen geld verzameld, zodat jij je rijbewijs mag halen. Geen monopolie geld. Mina, post te open. Almo. Ik ga niet zeggen. Oh my god. Vanaf vandaag eet ik minder. Yumi soepel. Want ik heb vandaag gezegd. Oh my god, nee. Wie gaat er van houden? Haal het eruit. Mina, haal het eruit. Er is 1 maar, hè. Je moet het erin, dat is ook echt halen. Ja, dat is
Oh, dank jullie wel. Alsjeblieft. Wat moet ik zeggen? Nu moet je echt wat zeggen. Nee, ik weet niet. Je mag wat zeggen. Ik heb niets om te zeggen, maar dankjewel. Dankjewel. Dat is ook wat. Serieus? Nee, echt. Ja, we spraken erover en jullie vroegen me waarom ik het niet doe. Heb ik gezegd, ik heb andere prioriteiten en dat geld. Ik wil het wel, maar dat geld kan ik echt even anders gebruiken. En als ik het heb, dan ga ik het doen. En ik wist niet dat ik het zo zou krijgen. Oh my god. Cool. Ik ga me morgen inschrijven. Ik ga op de hoek bij mij. Ik ga op de hoek. Ja, tuurlijk. En ik ga jullie appen of, I don't know, Skype of zo. Als ik ben geslaagd. Als ik ben geslaagd. Yay! Nou, ik vond het een fantastisch initiatief. Ik bedoel, komen, stagiaires gaan. Maar jullie hebben iets duurzaam gemaakt, hè? Jullie hebben met het geld, want het geld is genoeg om het in één keer te halen, Mina. So the pressure is on. Alles. Als je denkt dat je het niet kan beheren, laat het achter bij Vijay. Kom je elke keer je lesgeld ophalen bij hem. En het is geweldig wat jullie hebben gedaan. Het is het initiatief om dit te doen en het overal vandaan en niet alleen de mensen op kantoor. Ze hebben ook hun mensen in de buurt, vrienden, gestalkt. Mensen die Mina niet kennen, maar nu wel voorzichtig moeten zijn als Mina eenmaal de rijbewijs heeft. Ja. Maar Artjan en Bas, nu jullie er toch zijn, willen we jullie heel hartelijk bedanken voor de periode dat jullie hier zijn geweest. Want we nemen afscheid van jullie. Mensen komen stage lopen bij het Jeugdjournaal en dat doen ze met veel plezier omdat ze het gevoel hebben dat ze meters kunnen maken hier zo, want je hoeft niet alleen het statief te sjouwen, je mag ook echt daadwerkelijk aan de slag. Ik hoop dat jullie de maand dat jullie hier zijn geweest ook echt het gevoel hebben gehad dat jullie iets meer kunnen dan waarmee jullie hier naartoe kwamen. Had jij nog iets? Wanneer? Jullie gaan wanneer weg? Donderdag komen we. Donderdag komen jullie? Dan gaan we officieel afscheid van jullie nemen. Ja? Ja? Ja, niet met de auto. Kunnen jullie vertellen wat jullie hebben gebakken? Nou, we hebben niks gebakken hebben gemaakt. Het is kwarktaart. En vanwege het gebrek aan de taartbrood is het ook een kwarkcake. Gebrek aan wat? Is een vorm. Het is allebei kwark. Ja, het is allebei kwark. De ene is citroen en de andere is aardbei. Oké. Zelf maar. Hé, maar mag ik nog...